Zo, hier staan ze dan, onze Leen de eerste prinses 2020 en onze Jens de eerste, onze prins 2020. Ook helaas voor hen is dit hier het einde, maar ook een start van een nieuw begin, dames en heren. We gaan starten met onze Leen. Als er een licht te zijn gedood. Prinses Leen de eerste. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Uw tijd van komen is nu gegaan. Bart, mag ik vragen om Leen haar keep te ontnemen? Wanneer de toegift is geweest, de stoelen leeg, de zaal is donker. Oh, ik weet dat dit moment ooit komt, maar als het komt, zal jij er zijn. Björk, als het mij vraagt om de vest van Leen te ontnemen. Het slot al kort gespeeld, schuim ik bij jou. Kom jij uit de schaduw in het licht, met die lach op je gezicht, en je vangt me voor ik val, en je neemt me mee, als alle verhalen. Het laatste bier heeft gedronken. Katrien, mag ik vragen om onze prinses haar jurk te ontnemen? Voel ik jou heel dicht bij mij. Als het Andy, mag ik vragen om Leen haar breuk te ontnemen? Je vangt me voor ik val en je neemt me mee. Met een diepe buiging neem ik afscheid. Bedankt nog een keer. Als laatste, zonder jou stond ik. Als je toen voor altijd sluiten zou, het slot al kort gespeeld, schuim ik bij jou. Mag ik vragen aan prinses Wendy om haar kroon te ontnemen? Maar ik vraag aan onze prinses Kenta de eerste om haar handschoenen te ontnemen. Als alle lichten zijn gedoofd.
Ik heb van mijn jaar genoten, ook al was het kort, het was krachtig, maar ik heb met trots mijn titel gedragen. Ik heb mijn best gedaan om overal te komen. En ik wil iedereen bedanken, zowel CW de Schuimers als de Charlestongs, voor mij te steunen en te zijn. En bij deze sluit ik af mijn drievoudig. Alaaf, alaaf, alaaf. De stress, de stress. Ja, we gaan beginnen. Björn, als je even tot bij mij wilt komen, alsjeblieft. Ik ben content en fier geweest dat ik er bij Peter wil zijn en bij deze. Leen, merci dat u Peter mag zijn. Ik kan ook nog een kleine attentie voor, alsjeblieft. En er komt nog het wat achter. Merci. Katrien, als jij weer een keer tot bij mij wilt komen, alsjeblieft. Ja, een fantastische medewerker die mij voor veel plezier gemaakt. Je bent er geweest voor mij. En bij deze heb ik ook nog een cadeau bij. Maar dat is nog niet alles. Wow. Leen, ik ben heel fier dat u mee er mocht zijn. Je had al een stuk van je cadeau gekregen, maar ik heb ook nog iets mee voor u. Bart, als jij een keer tot bij mij wilt komen, alsjeblieft. Ik ben ook hier dat je mijn Peter gewoon op een wal zet. Bij deze moet je schoon gaan doen. Voor de wijze keer op een gezicht. Gewoon in de zin in deze momenten. Moet ook een paar zijn. Ja,
mag ik dat juist vragen, Dalmatisse, Jimmy en Cru... Ai, sorry. Wie is dat? Matisse? Waar is mijn jeugdprins? Kom hier. Ik heb ook nog een klein cadeautje voor jou. Alsjeblieft. En als prinses was ik trots dat je met mij, dat we allemaal samen mogen hebben mogen regeren. En die niet er ook verder moet van, in al wat dat gebeurt. Alsjeblieft. Chloe, als je een keer tot bij de prinses wilt komen. Chloe, stop in mijn ogen. Je bent een fantastische jeugdprinses geweest. Ik heb met plezier samen met u geregeerd. Ik heb dat daar straks ook al gezegd. En bij deze krijgen we een cadeautje. Alsjeblieft. Jimmy, junior prins, je hebt dat ook fantastisch gedaan. En al wat dat er volgt, geniet ervan. En doe zo hoog, gelijk dat je bezig bent, je doet dat fantastisch. Ik heb ook nog een klein cadeau te brengen. Jens, mijn prins. We hebben een fantastisch jaar gehad. Het was kort, maar krachtig. Maar voor u heb ik ook nog een klein cadeau te doen. Alsjeblieft. Dus kijk. En ja, Andy. Je bent mijn getuige geweest. Je hebt moeten mijn ambetante kuur moeten doorstaan. Mijn lastige momenten. En ik weet hoe ambetant dat kan zijn. En hoe koppig dat kan zijn. Dus bij deze heb ik ook nog een attentie gegeven. Dat is het woord. Dankjewel, Lien. Ondertussen in die 7, 8 jaar dat we samen zijn, weet ik dat je een bitch kunt zijn. Maar het is wat liefde bij ons opgepakt. Dus, Leen, we gaan ervoor en we blijven ervoor gaan. Dank u wel. En nu geef ik de microfoon aan Jimmy. Zo hoort dat ook in het leven. Nu wat ik eigenlijk een bitch zijn. Maar de liefde is dan nog zo groot die achterna. Voilà. Maar chapeau voor jullie, ik heb het al gezegd. Als je weg moet, we gaan in België. En chapeau daarvoor, want daarvoor moet je sterk staal zijn. Zo Leen, dat was het dan voor u. Nu hebben we nog onze... onze prins. En ik geef het woord aan onze Mario. Prins Jens, u bent onze jongste prins. Natuurlijk, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. De tijd van komen is nu gegaan. Mag ik vragen? Wendy, om de keep te ontnemen. Yes.
om samen zijn pluimen te ontnemen. Deze macht nu echt wel overhandigen, met spijt in mijn hart ook, dat ik het moet doen. Maar we hebben er echt een topjaar van gemaakt.
melodietje. Nog een klein melodietje waar je nog mee aan Op, dus na het ontkleven moet hij nog terug wat aan hebben ook. He. Dus onze Kinta heeft een witte hemd, denk ik. Dus moet een hemdje aan doen, he. Want anders ga ik goed naar je buur komt. Dus Kinta overhandigt een witte hemd. Ondertussen wat gezwier en gezwaai in de achtergrond. En zijn zwarte jas wordt aangedaan van onze junior prins 2018-2019, onze Marco de Eerste. Mensen die een geschenk willen overhandigen aan onze Jens. Zo, Jens, je bent daarna aangekleed, dus blijf naar boven. Bepaalde onderdelen moet terugkrijgen. Maar we gaan eerst beginnen met als cadeautje. Ik was blij dat ik je zorgprins was. Ik heb me veel zorg en leed beleefd. De ene kant was content dat je thuis kost af zijn. Ik was ook de ander content dat ander mensen kosten meepakken naar huis. Geloof me mensen, maar notte ik er nog naartoe. Naar de Bacardi. Waar of niet mensen? Nog altijd. Het probleem was, ik kwam tussen, zeg maar, vrouw meisje, alweer schat, heb je meer gezogen, nee? Jens had in de auto gezeten. Maar goed, Jens, overal wat er geweest zijn, ik heb een schoon cadeau. Dat mogen we doen, zien, is dat voor je lichaam, voor je part, is dat voor de achterbank. Dank u. Ja, mevrouw meisje kan niet klappen. Ze zit er dan omgekeerd dan. Stuit, dus. Wat zit hier? Ah ja, ze zit er niet bij. Ze heeft voor een schaam gewisseld van dan. Ze kan niet meer klappen. Maar kijk, het is een zorgprinses. Ja. Moet er niet veel woorden aan veel maken. Dat is van haar kopkussen. Maar blijkbaar je over dat kopkussen ook gemoest. Ja. Als je flesje op het doet, moet je zien dat het tussen je benen blijft en niet over heel de notto. Maar ik moest er wel neven slijgen. Blijkbaar kom ik s'nachts te zwanger uit dat ik bij de geburen zat, want het was mijn vrouw met zijn stuk om drank. Schoon. En ja, maar ik moest er wel neven slijgen. Dus dat meteen was iets dit, alleen maar mijn kind en kind dat naar huis mocht. Ja. Ja, maar ja. Met jullie heb ik het ook al veel gehad. Over de limiet. Ieder jaar is dat hetzelfde met die prijs. Ik kom er altijd met wat tegen. Maar met die prijs zijn ze nooit niks winnen. Voilà. Prijs, in ieder geval bedankt.
En het is te hopen dat we nog vele jaren samen uit mogen beleven. Dank u. Dank u wel, meneer Noende, voorzitter. De geschenken zijn allemaal gegeven. Mogen wij dan nog één keer vragen om onze prinsen en prinsessen eens vooraan te komen, alsjeblieft. Aan de carnavalraad van provincie West-Vlaanderen heeft u nog iets... Sorry, Jens. Jens, dat ook nog dat woord. Ah ja, hè? Ja. Ja, sorry. Allee. Stefan en Wendy. Kunnen ze nog een keer weer? Nee, nee. Was beter om dokter, we hebben een droge lever. Het er waren... Ja, maar... Niet alleen... De raad die mee waren... Maar ook mijn zorgmeter. Mijn zorgpeter, of mijn zorgprins en mijn zorgprinses. En daarvoor heb ik een kleine attentie voor alle twee. Dat je er een topjaar van gemaakt hebt, samen met mij. Dat ik mee kon met jullie. Dat we gewoon plezante dingen hebben beleefd. Ook al heb ik mijn plek in de noten vol gemaakt. En het stinkt in aan drank. Maar dat is de goede herinnering dat we erachter steken. Dus voilà. Ik zou zeggen, alsjeblieft. En merci voor alles. Mathis. De kleinste van hoop, maar ook niet de onbelangrijkste. Wat het hier even in kussen staat, is ook de waarheid en elkaar leren kennen. Als kandidaat, doorgeroeid als prins en jeugdprins, maar ook zijn we elkaars broer geworden. En hierbij wil ik dit overhandigen aan u, toch officieel. Chloe? Tikkeltje gegroeid van 3 jaar of 2 jaar geleden. Maar hopelijk is hij nog altijd verzot van dat ene dat je mij al gezegd hebt. Ik wil je vooral bedanken om mee te gaan voor al de leuzen en de dansjes dat we gedaan hebben. En hierbij ook deze attentie. Jimmy? Sorry. Beste mensen, er werd hier mij juist een gsm afgeleverd die gevonden werd in de toiletten. Als er iemand zijn gsm kwijt is, die kan terecht bij mij, mits een beetje de herkenningen te zeggen welke in onze kwijt zijn. Dus ik heb hier een gsm gekregen die gevonden werd in de toilet. Ik denk dat bij de verdrogen is. Dank u. Jimmy, dat is een junior prins. Bedankt voor heel het jaar. Samen met ons te regeren. We hebben er een toffe jaar van gemaakt. Overal en met jou ook gezien. We zijn samen weg geweest. En hierbij wil ik met deze attentie hartelijk danken voor alles. Prinsesje? Hoe is prinsesje? Van de dag dat we samen verkozen werden tot prins en prinses, tot nu zal hij Elsa mijn prinses blijven. We hebben veel moeilijke tijden samen gehad, maar ook veel topmomenten gehad. Goede herinneringen.
En hierbij wil ik met deze attentie u hartelijk danken voor het topjaar dat we hadden. En hopelijk kunnen we samen veel buiten komen en samen plezier maken. Dank u wel. Jimmy? Als voorzitter, die nu al had, deze mijn zeer ook niet ontbreken. Als de voorzitter van het CRPW. We hebben samen, zijn we gestart, 3 jaar geleden kandidaatstelling, tot een jaar erachter verkozen. En zo zijn we samen doorgegroeid. Zijn we goede vrienden geworden. Veel plezier gemaakt. Veel leuke, ook wat moeilijkere momenten gehad. Maar we hebben alles aan steun bij jou gekregen. En alles aan bij jou terecht gekund. En hopelijk blijft dat zo. En daarmee wil ik met deze attentie wil ik u ook bedanken voor het jaar. Maar ook voor de rest dat erachter komt. Hopelijk kunnen we blijven, goede momenten hebben. En de leuke dingen verder zetten. Dank u wel. Jens, inderdaad, we hebben mooie tijden. En ook wat minder mooie tijden gehad. En ik dank u zeker voor deze mooie. En wij hopen dat u in de toekomst ook. We zullen zien wat dat u zegt. Nog verdere mooie jaren kunnen tegemoet gaan. Van de Carnavalraad Provincie West-Vlaanderen wil jullie ook nog eens iets overhandigen. Zoals normaal elk jaar. Oh, dank u. Hebben wij ook voor jullie nog een geschenk van het ganse Carnavalraad Provincie West-Vlaanderen. Jullie krijgen daar ook een oorkonde. Mathis, deze is voor jou. En ik hoop dat deze oorkonde een mooie plaats in jullie woning, huis, mag hangen of staan. Chloe, alsjeblieft. Jimmy, alsjeblieft. Prins, alsjeblieft. Lin, alsjeblieft. Geef ze nog eenmaal een daverende applaus. Wij danken alvast iedereen die hier aanwezig was deze avond, de mensen die al naar huis zijn. Wij zeggen nu geen vaarwel, maar tot weer dit. Als jullie terugkeren naar huiswaarts, rij voorzichtig en een veilige thuiskomst. Dank u. For your dreams be tired.
prinsessen, jeugdprinsessen, junior prins, Serbië 2019-2020. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd.